Spreken we straks allemaal Engels op de campus? In deze aflevering van Student Report spreken we met degene die over het taalbeleid gaat. En met docenten en studenten. Want hoe geven we verder invulling aan een Engelstalige campus? Wij gaan vragen waarom we nou eigenlijk Engels moeten spreken in een Nederlandstalig land. Op dit moment zijn de bazen van de universiteit, het college van bestuur, en de universiteitsraad, die het CVB controleert, aan het overleggen over de invulling van het taalbeleid van de UT. Engels is al lang een onderdeel van het UT-beleid. Sinds 2002, het jaar waarin de Nederlandse gulden door de euro werd vervangen, worden er op de UT al masterprogramma's in het Engels aangeboden. In 2004 werd naast Nederlands ook Engels de officiële taal voor interne communicatie. In 2012 is dit nog een keer bevestigd. Nederlands en Engels bleven voertaal. Hieraan werd toegevoegd dat als grote groepen aangesproken worden met daarin ook Engelstalige mensen, dat Engels dan de voorkeur heeft. In 2015 is door het College van Bestuur de internationaliseringsvisie opgesteld als onderdeel van het lange termijnsplan. In de internationaliseringsvisie staat het volgende. Onze campus moet een levendige plek zijn, waar elke UT-student en medewerker zich welkom en thuis voelt. Om de taalbarrière voor internationale studenten en medewerkers te verkleinen, wordt Engels de formele communicatietaal op de campus vanaf 2018. Deze tekst uit de internationaliseringsvisie vult het taalbeleid 2018, dat nu bij de universiteitsraad ligt, verder in. Allereerst staat erin dat, net als in de internationaliseringsvisie staat, vanaf 2018 Engels de belangrijkste taal voor formele communicatie is op de UT. In dit nieuwe plan staat het echter veel verder uitgewerkt. De belangrijkste reden die het CVB noemt is dat iedereen zich betrokken moet kunnen voelen bij de universiteit. Ook internationale studenten en medewerkers. Het taalbeleidstuk staat stil bij het onderwijs en alle ondersteunende processen daaromheen. Zoals de kantine en communicatie. Wacht. Belangrijkste taal van communicatie op de UT. Engels. Does that mean that I should talk English now? Is student report going to switch to English? Furthermore, in the plan is mentioned. Corporate videos have Dutch and English subtitles. It is important for the accessibility of international audiences and for the deaf and hard of hearing. Besides, we also have experienced that social media video are often watched without sound. Wait, we have subtitles? What? Under the cogwheel? Oh. Okay, laten we verder gaan. In de regel wordt de taal dus Engels, maar er zijn een hoop uitzonderingen. In het taalbeleid staat namelijk verder dat de juridische documenten beschikbaar worden in Nederlands en Engels, met de bindende versie in het Nederlands, tenzij anders gespecificeerd. En voor informele communicatie, zoals in de kantine, mag je gewoon zelf blijven kiezen. Bij bestuurlijke vergaderingen worden op dit moment veel notulen in het Nederlands gemaakt. Om ook internationale studenten en medewerkers de gelegenheid te geven zich te kunnen laten horen, staat in het nieuwe taalbeleid dat dit voortaan in het Engels moet. Dit nieuwe taalbeleid wordt op dit moment nog besproken door het College van Bestuur en de Universiteitsraad. In dit stuk proberen we daar aan de ene kant wat meer invulling aan te geven voor de onderdelen waar dat nog niet op was. Zoals bijvoorbeeld welke taal spreken we in de bestuurskamer. Moeten de teamoverleggen ook in het Engels. En aan de andere kant geeft dit stuk een overzicht van hoe het gaat met de implementatie van het Engels zoals die al in 2014-2015 is begonnen in het onderwijs bij de bachelors. En daar richt het stuk zich met name op de kwaliteit van het onderwijs. Zoals bijvoorbeeld aan welke taaleisen moeten studenten voldoen als ze hier beginnen? Wat moet het niveau zijn van een docent? Al zulke dingen die staan al jaren vast. Als het door de U-raad komt, dan zou het kunnen dat in de komende jaren de hele UT volledig Engelstalig wordt. Wat vind je daarvan? Ik vind het best wel heel erg goed. Ik vind het sowieso super fijn dat mijn studie in het Engels is. Want ik vind het wel goed dat we gewoon lekker tweetalig worden. In principe is het een goede zet als je meer internationale mensen hierheen wil halen. Maar als je puur alleen kijkt naar mensen die vanaf de middelbare school komen, het niveau Engels is soms niet hoog genoeg. Dus die kunnen het misschien als een blokkade zien. I think it's really good because it includes everyone, not only the Dutch people. But on the other hand, I think it's harder than for international people to learn Dutch. And for the Dutch people to have less of their own culture. Wat nog wel een beetje is een issue is dat toch wel de docenten vaak nog wat slecht Engels spreken. Daar kunnen ze natuurlijk zelf ook niet zoveel aan doen. Engelstaligheid op het moment bij sommige professoren is nog wel een beetje
van een laag niveau. Daar mag af en toe nog wel wat aan gedaan worden. Veel van onze docenten zijn al gescreend en een zeer groot percentage is op niveau. Aan de andere kant heb je studenten die zitten in een klas en die merken misschien dat de uitspraak niet perfect is of die horen bepaalde spreekwoorden die op een kromme manier worden vertaald. Dus daar gaan ze, dat valt hen op. Some lectures were not that good in English and some of the slides were still halfly in Dutch. Omdat docenten op niveau zijn, willen we eigenlijk ons cursusaanbod uitbreiden. Bijvoorbeeld met een cursus die wat meer gericht is op de taal in de klas. Als docent vind ik het prima dat we in de masteropleidingen Engelstalig lesgeven. Maar of we dat dan ook in de bachelor moeten doen, in de bachelorfase, daar heb ik mijn twijfels bij. Ik zie dat de studenten in de bachelorfase al met heel veel nieuwe dingen te maken hebben. Dus het op kamers wonen, binnen het studieadvies, nieuwe studieomgeving. En dat we dan ook nog vanaf dag 1 in het Engels lesgeven, dat... Ja, ik vind dat onnodige problemen geeft voor sommige Nederlandse studenten. Lesgeven is natuurlijk geen moppetappen, maar als het gaat om een pakkend verhaal vertellen en ook een pakkend verhaal ontvangen en daar eens iets van leren, dat gaat nou eenmaal makkelijker in je moedertaal. Ik werk dus bij de afdeling wiskunde en ik geef dus wiskundecolleges en daarbij vind ik dat een goede zaak. Het onderwijsmateriaal wat wij gebruiken, dat is al Engelstalig, is al jaren Engelstalig. Dus als ook de colleges Engelstalig zijn en de communicatie naar de studenten Engelstalig is, is dat alleen een verbetering. Maar als wij formeel als universiteit overgaan op Engels als officiële voertaal, dan denk ik dat je ook gewoon wat weggooit. Hè? Een vakgroepvergadering gaat ook wel net wat soepeler in je eigen moedertaal. Opleidingscommissies. Ja, dan moeten ook de kantinedames moeten Engels gaan praten. En dat kunnen ze waarschijnlijk ook allemaal wel, maar ik vind het niet echt nodig. Het zou kunnen zijn dat medewerkers zich daar zelf ook op moeten instellen. Hè? Mensen die hier al langer werken zijn natuurlijk aangenomen omdat ze goed zijn in wiskunde. Niet direct omdat ze goed zijn in Engels. Dus er zou wel ruimte moeten komen voor ontwikkeling om te wennen aan het geven van Engelstalige colleges. Iets wat wel vaak gehoord wordt in de wandelgangen is, de universiteit neemt alleen maar internationale studenten aan en wil alles naar het Engels hebben omdat het meer geld oplevert. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is een veel gehoord misverstand. Universiteiten verdienen niet aan buitenlandse studenten. En sterker nog, je zou kunnen zeggen dat er een klein verlies optreedt. Want de bekostiging is zo complex. Dat gaat te ver om dat nu uit te leggen. Waarom willen we dan toch zo graag internationale studenten binnenhalen? Als dat blijkbaar toch een beetje verlies oplevert. Ja. Nou, er zijn een aantal redenen waarom. Als je als universiteit besluit om een internationale organisatie te worden en internationaal onderwijs aan te bieden, dan wil je ook internationale studenten. Waardoor je dus die uitwisseling en die interculturele communicatie in de klas mogelijk maakt. Met uiteindelijk als doel om mensen voor te bereiden op die internationale op dat internationale werkveld. Onderzoek is volledig internationaal tegenwoordig en daar heb je Engels echt bij nodig. Woensdag 28 maart was de vergadering tussen het College van Bestuur en de Universiteitsraad. De Universiteitsraad was kritisch op het taalbeleid. Dat betekent enorme consequenties, omdat we gewoon nu zien van hoe de kwaliteit van het onderwijs is en de kwaliteit van al die beleidsstukken die dan in Engels zitten. Dat vereist nogal wat van in het Engels. Ook al staan er volgens de voorzitter van het College van Bestuur, Victor van der Sijs, alleen dingen in die de universiteitsraad al eerder heeft goedgekeurd, kan hij zich voorstellen dat er hier zorgen over zijn ontstaan. Wat ik me heel goed kan voorstellen is dat als je alles achter elkaar zet, dat je dan denkt van we doen eigenlijk best veel of dat heeft ook brede consequenties, dat hebben we ons niet gerealiseerd. Ik ben daar ook gevoelig voor de aandacht die je hebt voor vraagt, dus wij willen ook echt serieus aandacht met jullie over de In een aparte commissie van de Universiteitsraad, de Commissie Strategie en Internationalisering, wordt het beleid verder besproken. De UT heeft al veel stappen gezet op Engelstalig gebied, maar er zijn zeker nog meters te winnen. Vond je dit een leuk filmpje? We hebben ook een Facebookpagina en een YouTube-kanaal. En die kun je zowel als je Engels bent als Nederlands gewoon allemaal liken. Dus, dit was Student Report, tot de volgende keer. Ik zei toch dat het nergens over zou gaan. Thank you.